Hallo allemaal, leuk jullie kijken naar deze nieuwe Sims video. We gaan verder met de Sims. Jullie zien, ik heb ook nieuwe mods en dat allemaal toegevoegd aan mijn game, zoals alcoholmod en drugs en zomod en dat je fouten gaat vinden en dat allemaal. En ik heb ook dat ze al vrouwen hebben. En dat allemaal. Maar ja, als jullie dat niet leuk vinden, haal ik dat natuurlijk eruit. Maar ja, nu heb ik toch geen vrienden, dus dat maakt niet uit. De vorige waren we met Caleb. Even kijken, Caleb staat hier. Dit was, hij is geafgestudeerd in zijn buur en zijn totterduifjes. Maar waarom zie ik nog geen foto? Ik zie geen foto. Geweldig. Wat heeft ze nou wel last van? Zelf. Ja, ze is een mod van mij. Die zit in het Engels helaas. Dus dat maakt me niet uit. Als je het niet leuk vindt, kan ik altijd nog weghalen hoor. Dat is geen moeite. Ze gaat even leuk opdrukken. Maar wat ik wou doen, is gewoon met deze familie gewoon verder gaan. En andere dingen, ja, dat laat ik gewoon eruit. En als jullie willen dat ik met deze serie ga stoppen, dan moet ik gewoon verder gaan. Laat me dat ook even weten, dan doe ik dat natuurlijk. Ik denk dat ik... Heeft ze werk eigenlijk? Nee, ze heeft geen werk. Maar ze moet het wel doen. Want anders is ze dadelijk blut en dan kan ze hier niet wonen. Oh, Caleb belt. Hou je echt mee? Ik ben het Caleb. Wil je op een afspraak gaan? Zeg geen nee tegen hem. Daar zeggen we geen nee tegen. Om een afspraakje te gaan. Een afspraakje. Hij ziet er altijd dezelfde uit. Als we met hem samen wonen, dan kleed ik hem anders aan. Want hij heeft alleen maar dit aan. Blushing. Something or someone seems to have asked me blushing. Dat komt er ook heel erg bij. Ja, ze is erg verliefd. Wat zullen we even met hem gaan doen? Eerst kus kunnen we. Asking about protection. Flirten, aantrekkingsbekend maken. Ik moet dit een room. We zien dat iemand elkaar een roosje geeft. Dat is ook een mod namelijk die ik heb. Dat gaan we niet doen. Zou die kinderen willen? Kunnen we aan hem vragen of die kinderen wilt? Ask of Caleb kinderen wilt. Wilt hij dat? Wilt hij dat? Kinderen? Dat bedoel ik, gaat hij zoeken of een mod niet werkt. Maar dat maakt niet uit. I think I want kids at the moment. I don't think I want kids. Hij wil nu geen kinderen op het moment. Maar ja. Maar ik wil wel kinderen. Blushing. Craftman. Ingericht. Scanning the area. Think. Zullen we maar de eerste kus doen? Talk about interest. Dat kunnen we wel doen. Als er interesse zijn. Welke hebben we op zich al? We gaan er naar vriendschap er vanaf. Ik ging bij deze ridder vanaf. Volgens mij mag ik hem niet. Geen idee. Maar waarom zit ik bij hun? Have a magic first kiss in the air. Dat lijkt me wel leuk. En nu stop ik met het gepraat met ze, want ik wil dat even doen.
Kijk, gaan ze een kusje doen. Wee, dat is zo leuk. En ja, zo meteen de eerste kus. Meteen. Ja, blijkbaar reuze naar je zin gehad. Is mee. De afspraak was steeds leuker. Oeh. Hij was steeds verliefder. Dat moeten we juist hebben. Flatterlijk fluisteren. Magical kiss. Voldaan gevoel. Eerste kus. Blushing. Dus blijf maar blussen. Good vibes. Wat is het dan? Not the best kiss. Ja, het is een nieuwe mod die ik bij je. Oeh, kijk. Oeh. Is helemaal een blus. Kijk die rode dingen hier. Kijk dit dan hier. Wauw, dit is geweldig. Deze mod is leuk. Versierdruk. Hey, is liefdesdag, hè? Is hij ook aan het blozen? Oh, hij is ook aan het blozen. Oeh. Moet ik een foto van nemen? Caleb is aan het blozen. Oh, wat erg. Mijn uitspraak. Nee, we kunnen dat niet. Kunnen we nog iets doen? Even kijken. In de regen. Oh ja, een strik. Dat gaan we maar niet doen, natuurlijk. Oh, dat is wel leuk. Ja, hallo, ik wil een Caleb. Hallo. Nu mag ze Caleb weer niet. Waarom staan we in godsnaam hier te praten? Oké, we gaan ergens anders heen. Waarom kunnen we zoenlijk praten? Oh wacht, hier is wel romantisch. Zullen we hier toe gaan? Maar gaan we gewoon lekker daarheen? Zijn ik wel romantischer? Lekker alleen. Misschien tot het... Hij is steeds aan het blozen. Wauw. Wat gaat hij nou weer doen? Ik ben niet klaar. En waar gaat ze eigenlijk heen? Gaat ze met die praten? Waar is Caleb dan nou weer naartoe? Kijk toch kletsen, waar is Caleb? Caleb, waar ben je? Waar is Caleb? Waar is Caleb nou weer naartoe? Wat zei die eigenlijk? Ik heb wel een tijd met je gehad, laten we hem snel nog eens doen. Oh, oké, hij is weer weg. Pes. Loodjes, let, ik heb een cool businessplan. Dat wordt een grote klappen, maar ik heb nog een paar simulaties nodig om te starten, zou ik zeggen. Nee, ik heb geen geld, dus het gaat een beetje wat. Maar waar is Caleb nou weer heen? Wat is dit nou? Wat is het er nou weer te doen? Op te drukken. Ja, maar zullen we misschien wat vrienden maken? Want ik heb niet echt veel vrienden. Ken ik deze gast? Nee, die ken ik nog niet. Wie is dit? Cora. Aardig. I'm glad you got to talk on the phone. Ja, prima joh. SMS. Ja, er zijn heel veel dingen van een mod. Ja. Wat is er nou weer aan de hand? Ze heeft best wel veel vrienden, hoor. Kent ze haar? Volgens mij niet. Oh, kijk, we hebben gebeld. Ik heb gehoord dat een bellenblazer op een rijfestival een paar geweldige smaakjes heeft. Heb je ze mee te gaan? Tuurlijk, joh. Hey, was eigenlijk ook geen nee tegen hier. Hij wil vaak met me op afspraak, zeg. Misschien vindt hij me wel eigenlijk. Ja. Ik denk dat hij me heel erg leuk vindt. Als jullie zo vaak vragen om een afspraakje te gaan. Maar ja, als jullie willen dat ik heel veel mods weghaal, dan laat ik het gewoon weg. En dan speel ik gewoon in mijn eigen tijd. Heel makkelijk om weg te halen. Natuurlijk. Maar ik was vergeten om de menstruatie mod weg te halen. Maar dat maakt niet uit. Ze speelt toch niet even met zwanger raken en dat allemaal. Dus dat hoeft dat ook weer niet. Maar ze kan alsnog zwanger raken. Een sippy tour en karaoke bar. Iedereen denkt met korting. Huh? Is dat korting?
Er is korting. Oké. Okay. Bellenbus. Wat moet ik doen? Ga naar de bellenbus. Gebruik ze. En waar is dat ding dan wel niet? Muntje gooien, dat gaan we even doen. Een muntje. Misschien geeft het ons wel geluk. Wie weet, maar waar kan je dan bellen plaatsen of whatever het heet? Je gaat naar bellen plaatsen zitten en gebruikt de apparaat om bellen te blazen. Ja, maar waar is dat dan? Oh, is dat hier? Maar ik kan het niet doen. Zitten en proberen. Ja, misschien is dit wel. Probeer het maar gewoon. Maar waar is Caleb nou weer naartoe? Waar is Caleb? Oh, wie moeten wij weer hebben? Hou juist mee. Zou het leuk vinden als je lid zou worden? Nee, ik heb geen zin. Nee, dankjewel. Maar waar is Caleb? Oh, die zijn daar basketballen. Oké, okay, ze gaat het proberen hoor. Huh, ze gaat het proberen. Wat is nou weer aan de hand? Ze is dus steeds flirter, maar dat is wel een andere keer. Oh. Heb je zien te koel open mind? Yes, de kus. Ja, ja. Vind ze nog heel erg leuk. Een muntje gooien van geluk en pizza relax. Not best kiss. Plezierig gesprek. En ze is heel erg high. Oh, en ze verbrandt zich ook. Dat is niet echt handig. Caleb, kom eens even naar binnen. Moet het naar binnen? Sta naar binnen. Want ze verbrandt zich dadelijk. Samen hier naartoe gaan. Ik denk dat ik wel zo'n hittebestendige iets ga doen. Ongeveer zit dat. Ja, die ben ik nog niet daar. Dat is een beetje jammer. Hou het op daarmee. Want daar verbrand je levens. Kom sneller meid, sneller. Daar ga je nog dood. En dat willen we allemaal niet. Oh, nu is iets anders aan. Nou Caleb, we gaan even... Nee, gaat hij weer naar buiten? Wat is toch aan de hand met die vent? Maar het is niet een zonlicht of zo. Oh, we gaan weer zoenen hoor. De zon schijnt dus niet, we hebben denk ik nergens last van. Dat iets hier vertooid. Oké. Okay. We hebben iets voltooid. Vraag om meer partners te worden. Wat gebeurt er dan als dat doe? Een goede vriendin gewoon met Esme. Zelfverzekerd. Hij is zelfverzekerd. Ah, is vader geregeld. Oké. Wat heb ik nou weer op mijn gezicht? Wat? Waar is Caleb? Oh, hij is in basketballen. Nou ja, als jij daar gelukkig van wordt, ga je toch lekker basketballen? Nee, we gaan niet uit elkaar. Als we dan over trouwen praten. Ze is van over trouwen praten. Vaste verkering vrij. Nee, jullie hebben nog te vroeg. Dit kon ik niet doen omdat ze steeds wegliep. Kom maar, meid. Zeg het. Oeh, ze gaat dat nog doen. Oh. Hij doet het nog terug. Hij doet het nog terug, hè? Hij doet het terug. Dat vind ik juist leuk. Papierkennis. Maar nu vindt hij het weer niet meer leuk. Oh, nu vindt hij het niet meer leuk. Kletsen. Gaan we even leuk kletsen. Wat naar Roem. Ik heb eerst wel Roem gedaan, maar het zou wel goed zijn. Oh, ze heeft heel erg verdorst.
Perfect skin. Oké, leuk. Maar we moeten wel een hapjes... Oké, we gaan even random knuffelen. Ja, sorry mevrouwtje, maar ik ga even bij jou drinken. Of je het leuk vindt of niet. Van een vampier? Nee, plasma drinken. Overtuig om diep te drinken, want anders ga ik nog dood en daar heb ik geen zin in. Waar is mijn poppetje nou weer? Zo, huppla, even lekker drinken. Het gaat wel omhoog op een of andere manier. Maar ik doe geen meditatie. Huh? Waarom gaat het omhoog? Schuldige drink. Ja, sorry, maar anders heb je dadelijk weer hygiëne. Moet ik weer gaan douchen? Waar is hier een douche? Hallo? Douche. Waar kan ik me douchen? Nee, een badkamer en dat allemaal. Ja, maar het voelt zich echt heel ongemakkelijk. Wat gaat ze nou weer doen? Put a sneak mask. Gaat ze de masker ervan afhalen? En die ligt hier voor. Oh ja, ze mag me meteen niet meer. We gaan me op vrienden maken als ik hier toch ben. Wie is dit? Waarom? Ik ga zeggen, maar ik mag haar dus niet. Ik mag haar meteen al niet. En ik ken haar niet eens. Oh ja, leuk. Ik word meteen afgewezen hier. En jij mag ik ook al niet. Waarom mag ik zoveel mensen niet? Haar ken ik ook nog niet. We gaan gewoon even leuk mensen kennis maken. Nee, en haar ken ik ook allemaal niet. Ik ken heel veel mensen niet. Wauw, ik ken al zoveel mensen niet en ik heb wel een gemene interactie met ze. Kijk nou, kijk, iedereen vindt me niet leuk. Maar ik krijg wel goed hoor. Waar die sluis. Volgens mij kan ik beter omgaan met vampieren dan met mensen of zo. Ja, oké, okay, eentje kan ik wel, maar dat is scoren, maar ik weet niet wat het is. En nog over een uur, ja, oké, okay, prima. Oh, we kunnen wat doen, maar. Fabien Jean. Nee. Nee, dat spaar ik wel lekker op. Ik heb geen idee. En nog over een uur. Ik kan geen fooi geven, helaas. Want ben ik meer blut. We moeten Caleb aan de haak zien te slagen. En dan hem laten dwingen om te gaan werken. En hoe weinig ze doen. Dat vind ik wel iets leuks. Nou, maar ik zie het video ook wel leuk vinden. Ik wil wat drama nog wel bij hebben. Want dat zij gewoon een beetje hem gebruikt. Of zo. Oh, hij zet een vuur en vlam. Maar volgens mij. Wat gaat ze eigenlijk nou weer doen? Maar ja, waarom doe je dat zo gemeen dan? Goed ermee grappen. Vragen we hobby's? Wat zijn je hobby's? Hè? Ja, je bent al heel erg slecht in, hè? Heel veel succes. Mooi. Wat is je lievelingskleur? Hart van koken, ja, dat zie ik, ja. En we gaan nog even lekker naar huis. En dan ga ik me eventjes lekker hygiëne doen. En dan is het eigenlijk wel tijd voor mijn video af te sluiten. Ik heb alleen maar met Caleb te doen, een beetje getouwen. Maar dat maakt niet uit. Maak je lippen vaak bloot. En dan komt er een mod, niet tot de Sims zelf. Dat vind ik wel grappig. Ik kan wel de mods wat ik daarvoor heb in de beschrijving zetten. Kun je die ook downloaden en dat allemaal.
Dus dan ja, ik doe de link van de hoe je kan downloaden. En ik zet ook bij van de link wat je dan daarmee kan doen. Uiteindelijk dat gaat doen, denk ik. Kun je het ook gaan gebruiken. Maar ik denk dat heel veel mensen al heel veel mods hebben. Denk ik. Ik heb er echt heel veel. Je doet er 1000 mods of zo. Ja, ik heb ook heel veel kleding, heel veel mods en dat allemaal. Want ja, anders maak je de game ook wel leuker. Mijn huis is echt klein, maar... Ja, het maakt niet uit. Want straks moet ik hier nog een doodskist neerzetten. Maar ja... Het geeft niet. Oh, ze gaat naar boven al naartoe. Ik vind het wel een beetje raar dat dit hier zo'n inloop is. Met zo'n, ja... En dan hier de keuken. Maar alleen ze gebruikt de keuken niet. Omdat ze een vampier is natuurlijk. Dus... Alles is gewoon kapot en vies. En dat zo'n oude huis is. Maar ja, voor haar is het wel oké. Maar ik probeer dan samen te gaan wonen met Caleb. Omdat hij wat groter dingen heeft. Dan kan ik dat huisje misschien... Dat het afgebroken wordt. En dat ik hier een restaurant maak. Kan ik natuurlijk ook nog. Dat huis wat gebrand wordt of zo. Maar kijk naar het huis. Hij is gewoon echt heel klein. Maar ja, voor haar is het al goed, vind ik. Maar ben je aan de klaar met dat gedouche? Nou, ze voelt zich weer prima. En ik ga haar lekker even kijken wat ze nog kan doen. Nee. Dat is ook een mod, maar ik gebruik het niet echt vaak. Ik laat haar even een game spelen. Dan gaan we lekker gamen. Nou ja, was dit dan de einde van deze video. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. En ja, tot de volgende keer. Bye bye.